mij werkt dus niet of zo. Ja, en jij? Ik weet eigenlijk niet zo goed dat je dat moet opzetten. En het werkt eigenlijk ook niet zo goed, dus. Ik geef het toe, ik wil graag gezien worden. Zeker in het verkeer, maar wie wil dat nu eigenlijk niet? Spijtig genoeg worden er nog altijd fietsers en voetgangers aangereden, gewoon doordat een automobilist ze in het donker niet tijdig opmerkt. Als je eigen leven je dus lief is, komt het erop aan om op te vallen op de baan. Zeker in die periode van het jaar waarin de dagen kort en de nachten lang zijn. We gaan beginnen met de verkeersles. Ga daar maar rond staan, rond die fiets. Jullie zien de auto's wel aankomen, maar zien zij jullie ook altijd komen? Nee. Er zijn belangrijke dingen die wij aan onze fiets moeten hangen, die daarvoor zorgen dat die auto ons wel ziet, hè? Ja. Kijk eens naar onze fiets en vertel eens wat jullie zien dat er ontbreekt, zodat die fiets veilig is op de straat. Een voorlicht en een voorreflector. En de achterlicht. Reflectors aan de wielen. Oranje reflectoren aan de pedalen. Ja, we gaan alles eventjes terug samenvatten. Reflectoren, de reflectoren aan je wielen, aan je pedalen, de witte reflector vooraan en de rode reflector achteraan. Die zijn verplicht als het donker is en ook als het licht is. En enkel als het donker is, dan moet je een voorlicht vooraan, een wit voorlicht hebben en een rood achterlicht achteraan. Die mag je ook op je lichaam dragen. En wat kan je nog gebruiken om goed op te vallen in het verkeer? Een vlieghuisje! Wil je het risico op een ongeval aanzienlijk verkleinen? Laat je dan zien voor je zelf gezien bent. En dit zowel overdag als 's nachts. Jouw kind mag gezien worden. Laat het dus opvallen op straat. En voor jou als volwassene geldt natuurlijk net hetzelfde. Reflecteren is zeker geen overbodige luxe. Want als je donkere kleren draagt, dan ziet een automobilist je pas van op 20 meter. Met heldere kleren van op 50 meter en met reflecterend materiaal al van op 150 meter. En als je dan nog weet dat een auto op een droge weg bij 50 km per uur 26 meter nodig heeft om te stoppen, bij 70 km per uur 43 meter en bij 90 km per uur 64 meter, dan hoeft er volgens mij geen tekening bij. We willen toch allemaal dat een automobilist ons van ver genoeg ziet, zodat hij op tijd kan stoppen. Je zou dus verwachten dat al wat op straat de klok slaat, heldere kledij is met reflecterend materiaal. Helaas is de realiteit een ietsie-pietsie anders. Ik wil het chacos omdraaien. Ja, want dat is een achterlicht. Ja, en een voorlicht, heb je dat? Ja, hier. Ja, ja, oké, okay, goed. Ja. Voilà. Maar deze is misschien... Ja, ja, wat denk je nu zelf? Niet zo zichtbaar. Waar is je licht? Ja, dat is echt... Thuis vergeten? Nee, ik kom eigenlijk van de avondschool fietsenmakerij en ik ben recht van de les gekomen. En ik ging juist even fritten halen en het gaat vandaag over lichting. Ik ging dat daar maken. En dat is echt heel stom. Denk je dat je echt goed zichtbaar bent? Waarschijnlijk niet. Nee? Wat zou je daar kunnen aan doen? Eerst en vooral mijn licht laten repareren. En eventueel iets flashier aankleden. Ja, het werkt. Je hebt geluk. Maar vooral jij, je bent vrij donker gekleed. Ja, ja als je ik nu had eigenlijk een fluoresje of zoiets moeten aandoen. Ja, niet aan gedacht, maar... Zou dat helpen? Ik denk het wel. Dan zet je weer zichtbaar in het verkeer. De lichten stonden niet aan. En ze werken? Ja, daarom. Ik was het vergeten. Godverdikke. En dat van u, werkt dat ook? Ja, dat is niet aanwezig. Dat is niet aanwezig, dus eigenlijk kan dat niet werken. Zeg maar, eigenlijk moet ik u wel feliciteren. Dat ik licht op mijn fiets heb. Ja, en je ziet er goed komen hoor. Ja. Waarom doe je dat? Zodat iedereen me kan zien als ik aan het fietsen ben. Want ik merk dat zelf als ik in de auto zit, want ik heb ook mijn rijbewijs. Dat ik de fietsers gewoon niet zie als er geen licht is. En ik vind, ja, dat is gewoon echt super gevaarlijk. Lichten, reflectoren, fluohesjes, ander reflecterend materiaal. Het dient allemaal om je beter zichtbaar te maken op de baan. Doe niet flauw en maak er gebruik van. Want het is niet omdat jij een auto ziet, dat de chauffeur ervan ook jou ziet. Kortom, val op en steek tijdig je licht aan. Voordat een ongeval bij jou het licht uitdoet. Dus, go for zero. Deze uitzending kan je ook bekijken op de website van het BVV en van de Federale Politie.